Hallo, Adam. Goedendag. Ja, yeah, Pokémon MMO, dat is awesome. Uh-oh. PG. Fight. Attack. Nee, come back. Fight! Tackle! Kan ik dit jet ook weer weg doen? Waterstarters voor de win. Waterstarters zijn de beste. Liggen nou bij mij of lijkt het gewoon heel erg op het stream? Oké, damn. Dat is niet de bedoeling. Ik heb geen friends. Never. Forever alone. Flipkart. Is die vent al opgestaan? Yep. Ayo. Oh, Ricardo. Je wilt niet weten. Op de basisschool. Ik nam toen we klein waren, ja, ik denk 7 of zo, 8 had ik hem op mijn Gameboy. Toen naar de basisschool met dat ding, iedereen had zijn Gameboy mee en nog met een linkkabel, hè. Dat was pas retro. Gewoon in de pauze met elkaar gingen die voetballen. We gingen gewoon Pokémon zitten spelen. En het maakt me eerlijk gezegd ook niet uit dat mensen zeggen: oh, Pokémon, we hebben geen kluiten, nee, dat kan niet. You can never have enough balls. Pokémon, je wordt nooit te oud voor Pokémon. Het is onze tijd, niemand neemt het van ons af. Rick, het is een MMO. Het is geen emulator. Het is een op zichzelf staand spel. Ik heb hier nog steeds voor mijn neus heb ik Pokémon Y liggen. Ik heb Pokémon Pearl liggen. Ja, dat is waar. Ik heb Pokémon Soul Silver, Pokémon Heart Gold, Pokémon White. Ik had echt jarenlang had ik geen Pokémon meer aangeraakt. Tot ik vorig jaar begon met Pokémon Black. Of Pokémon White, sorry. En weer hooked hoor, gelijk alles halen.
zijn er hier van te pushen. Hul. De Kuna. Bubbel. Die gaan we eens gelijk toevoegen. Vrienden. Dat zit natuurlijk weer fout. Vriend toevoegen. Het spijt me toch dat ik hem moet vragen, Oxy, maar heb je je kamer er nog een stukje opgeruimd of niet? We leiden weer te veel af. Wat is er nou? Potjan, Lori. Netjes, Oxy. Ik heb ook een tablet liggen, maar ik kan niet tekenen. Op een dag dat ik echt een ingeving van... Yep. Ik ga lekker een tablet kopen, maar ik heb er niks aan. Dat ik er niet meer kan. Jongen, ik wil die... Pokémon pakken. Goed zo. One to show. Gratis Guild Wars 2. Dat is wel ziek. Dat is wel ziek, jongen. Okay, game menu. Exit. Is dat een gift shop? Wat? Wat? Ja, precies. Eigenlijk moeten ze het noemen naar Headfortress. Het zou een veel passendere naam zijn.
Waarom zijn mensen zo ontzettend verslaafd aan die hats? Ik begrijp dat echt niet. No offense of zo, maar... Zoveel hats. Terwijl het eigenlijk gewoon cosmetic is. Even kijken, wat heb ik van Team Fortress? Ik heb een level 10 hoed. Ik heb ook die hoed van Astronauts. De Astronaut badge. Die is allemaal niet ruilbaar. Deze soort ook niet. Ook niet. Is hard. Oh, dit is echt weer naar. Waarom wil hij gewoon Java niet goed installeren? Wordt op een keer word echt achterlijk van. Dat is behoorlijk duur voor een gekke hat. Vind ik echt knap. Schiet nou eens op je met die Java, daar word je echt scheidsziek van. Ik ga weer even die verwarming overgooien, want het is echt veel te koud hier. Dat is echt niet gezond. Hij is toch niet gezond, jongen? Wat zijn precies die keys? Is dat om te unlocken of zo?